Dank u wel, voorzitter. Ja, 6 minuten, voorzitter. Ik ga mijn best doen. Voorzitter, de minister weigert gewoon om concreet te worden over de verkeersveiligheid. Ze kreeg via een open brief bijvoorbeeld een noodkreet om die verkeersveiligheid op de N36 aan te pakken. Maar in plaats van dat ze actie onderneemt, gaat ze dus 2 jaar achterover hangen, gaf ze ook als antwoord op onze schriftelijke vragen, en wachten op een evaluatie. Ja, voorzitter, wat ons betreft, hou op met die bosklopperij dat je zoveel doet, want deze minister kletst dus alleen. Ja, voorzitter, en ook in ons OV komt de tuig er veel te gemakkelijk vanaf. Het werd deze week duidelijk dat een hufster die in Zwolle een meisje in de bus had verkracht, maar 20 dagen de cel in hoeft. 20 dagen, voorzitter. De PVV kookt van woede bij zoveel onrecht en dit soort tuig zou geen stap meer in het OV moeten kunnen zetten. En al zeker niet zich kunnen beroepen op het vervoersrecht. En daarom de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging. Constateren dat een opgelegd reisverbod nu enkel voor één bepaald traject geldt, overlastgevers daarom gebruik blijven maken van het openbaar vervoer, personeel en reizigers deze overlastgevers op naastgelegen trajecten op dezelfde dag weer tegen kunnen komen, van mening dat het doel van het reisverbod juist moet zijn personeel en reizigers te beschermen tegen overlastgevers, een opgelegd reisverbod voor slechts één traject het probleem enkel verplaatst, verzoekt de regering te onderzoeken of reisverboden die worden opgelegd geldig kunnen worden voor het gehele openbaar vervoer en gaan over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, voorzitter, en ook wil de PVV dat er wordt ingegrepen bij die OV-bedrijven die weigeren om het boerkaverbod te handhaven. De wet geldt voor iedereen, dus handhaven. Daarom de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat OV-bedrijven stellen het boerkaverbod niet te gaan handhaven. OV-medewerkers hierdoor slecht kunnen optreden tegen wetsovertreders. Van mening dat dit onacceptabel is, verzoekt de regering in overleg te treden met de OV-bedrijven om tot een striktere handhaving van het boerkaverbod te komen en gaan over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Als het geval, dan maakt zij onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Paternotte heeft een vraag. Ja, voorzitter, het is jammer dat de heer Van Aalst hier een compleet symbolische motie indient. Want we hebben onlangs een uitgebreid debat gehad over het handhaven van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, het gedeeltelijk verbod. En ik weet niet of u de wet heeft gelezen, maar er staat heel duidelijk dat het Openbaar Ministerie en de politie de handhaver van het verbod zijn. Niet de openbaar vervoersbedrijven of de mensen, de buschauffeurs, die daar in de eerste lijn staan. Hun taak is het om mensen aan te spreken, niet te handhaven. Dus de vraag is, gaat u een wetsvoorstel indienen om dat te wijzigen? Of wat wilt u hier nou precies? Ja, voorzitter, jammer dat inderdaad meneer Paternotte waarschijnlijk plenair zat, terwijl ik met de staatssecretaris zat. Die weigerde mijn vragen te beantwoorden over het boerkaverbod. Wat nog gekker is, dat er in een plenaire vergadering met Binnenlandse Zaken een motie aangenomen wordt over het openbaar vervoer. Terwijl wij als openbaar woordvoerders allemaal druk bezig waren met al die vervoersbedrijven die dus problemen hebben met de handhaving. Ten tweede komen we bij het punt dat er dus vervoerders zijn die dus weigeren het boerkaverbod uit te vervoeren. En ten derde komen we ook nog tot de situatie dat er in Amsterdam, in de Republiek Amsterdam, een burgemeester is die zegt ik geef hier geen prioriteit aan. Dus voorzitter, volgens mij is er voldoende grond om nu die motie in te dienen. Maar ik ben blij dat meneer Paternotte hem steunt. Nee, meneer Paternotte. Voorzitter, absoluut niet. Er was hier een plenair debat over het, wat u noemt, het boerkaverbod. U was daar niet. U kapittelt mij dat ik niet bij een algemene overleg was, wat helemaal niet over dat verbod ging. Dat is één. En twee, wat u hiermee doet, is zeggen tegen al die buschauffeurs, die receptionisten in ziekenhuizen, die dit als taak erbij hebben gekregen, zonder dat ze ook maar een minuut extra daar de tijd voor hebben, dat u ze in de steek laat en roept dat zij het ook nog eens mogen gaan handhaven, terwijl het een taak is van de politie en het Openbaar Ministerie. Dus ik vind het heel erg jammer dat u deze stap zet. Ja, voorzitter, ik vind het heel jammer dat de heer Paternotte niet op de hoogte is van de situatie en dat zijn collega, de heer Van Boksel, elke keer maar andere regels treft als dat hij in plaats van de wet te handhaven. Dus niet handhaven op identificatieplicht, maar boerkaverbod handhaven en gewoon uit de trein zetten. Heel simpel. Zou u moeten ondersteunen. Dus ik ben blij dat u zegt dat dit al in de wet staat. Dan kunt u het gewoon prima ondersteunen. Dus ik zie het hele probleem niet. De heer Paternotte, ik houd dan even bij een paar feitelijke correcties. De heer Van Boksel is niet een collega van mij. Hij is directeur van de Nederlandse Spoorwegen. En de Nederlandse Spoorwegen zijn geen politie. Het lijkt me goed als de heer Van Aalst zegt. Ja, ik haal... Voorzitter, mijn excuses, voorzitter. Ik haal het vaak door de war. Heeft waarschijnlijk met zijn beleid te maken, denk ik. Gaat voorzitter. Verder. Laat ik snel verder gaan. Voorzitter. Dan doen onze oren nog pijn van al die achterlijke duurzaamheidsplannetjes die we nog van de bewindslieden hebben gehoord. Heel Nederland verandert in één groot verkeersinfarct, maar deze minister schrijft een prijsvraag uit voor een CO2-neutraal asfalt. Ja, voorzitter, wat ons betreft knettergek. Asfalt moet duurzaam zijn, omdat het lang mee moet kunnen gaan en niet omdat het gemaakt is van hippie-materialen en bakken met geld kost. Ja, voorzitter, dan is het te triest voor woorden dat deze VVD-minister de automobilist maar keihard blijft pakken door de snelheid op onze snelwegen te verlagen. De PVV is fel tegenstander van deze overheidsbetutteling en daarom de volgende motie.
Voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging, constateert dat de doorstroming van het verkeer op de snelwegen wordt bevorderd door het verhogen van de maximumsnelheid. Een maximumsnelheid van 140 km per uur aan automobilisten voldoende ruimte biedt om een variabele snelheid te hanteren ter bevordering van de doorstroming. Verzoekt de regering de maximumsnelheid op de snelwegen te verhogen naar 140 km per uur en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, mevrouw Kreuger wil steun uitspreken, zie ik, voorzitter. Dat weet ik niet, mevrouw Kreuger. Voorzitter, ik hoor van de heer Van Aalst eigenlijk twee hele conflicterende verhalen. Aan de ene kant een pleidooi voor de maximumsnelheidverhoging. En aan de andere kant dat de minister meer vaart moet maken met het terugdringen van het aantal verkeersdoden. Zeker. En nou is er een onderzoek uit 2018, Veiligheid over Rijkswegen 2016, van Rijkswaterstaat. Wat toch heel duidelijk de correlatie aangeeft dat een hogere maximumsnelheid leidt tot meer verkeersdoden. In dat licht zou de heer Van Aalst deze motie dan snel willen terugtrekken, want hij wil toch het aantal verkeersdoden naar beneden brengen. Nee, voorzitter, meneer Van Aalst. Voorzitter, de onderzoeken wijzen heel wat anders uit. Het is leuk dat, mevrouw van GroenLinks met een rapport zwaait. Ik heb gisteren volgens mij in de eerste termijn ook al uitgelegd welke rapport ik gezien heb en hoe het gaat in Duitsland, waar er een onbeperkte maximumsnelheid is, wat niet heeft geleid tot meer verkeersdoden op snelwegen. Gisteren ook al met mevrouw Van Brenk een discussie over gehad, dat juist die verkeersdoden vallen op het onderliggende netwerk. En het gekke is natuurlijk dat het aantal verkeersdoden in Nederland gestegen is, terwijl juist de snelheid verlaagd is. Dus mevrouw Kreuger heeft volgens mij een heel goed argument om het juist wel te steunen. Mevrouw Kreuger? Nou, voorzitter, we zullen hier niet een hele diepteanalyse doen van allerlei rapporten, maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat wij als Kamer de instituten die wij hebben om ons te adviseren op beleid, om dingen voor ons uit te zoeken, om onderzoek te doen, dat we die serieus nemen. En wat ik eigenlijk bij de PVV zie, of het nou het RIVM is, of het de PBL is, of nu met Rijkswaterstaat, dat eigenlijk alle gedegen onderzoeken zo worden geschoffeerd. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ja, heer Van Aalst. Het is selectief shoppen in rapporten, voorzitter. Zo langzamerhand kennen we dat van GroenLinks. Dus voorzitter, ik neem alle instituten serieus, alleen het selectief shoppen, ja. Ik vind het jammer. We hebben een heel discussie met mevrouw Kreuger gehad in een AO over, volgens mij, in ieder geval over de snelheid. Toen bracht ze al in dat er heel weinig reistijdswinst. Dus toen heb ik haar het voorstel al gedaan van, laten we samen die snelheid verhogen om die reistijdswinst omhoog te halen. Nou ja, ik had gehoopt dat u vandaag steun uit zou spreken. Dat is helaas. Voorzitter, ga ik verder. Voorzitter, pomphouders moeten nu de biodiesel E10 aanbieden. Voor kleinere pomphouders betekent dat euro 95 gewoon wegvalt, waardoor iedereen die biodiesel niet in zijn of haar voertuig kan gebruiken, gewoon de klos is. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de verplichting voor pomphouders om E10 aan te bieden bij kleinere tankstations leidt tot minder aanbod. E10 juist leidt tot meer verbruik en een hogere prijs. E10 schade aan kan richten bij bepaalde motoren. Van mening dat het aanbod van de pomphouder in overeenstemming moet zijn met de vraag van de consument, verzoekt de regering de verplichting van E10 voor pomphouders per direct op te heffen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Dijkstra. De heer Van Aalst begint met biodiesel en dan heeft hij het over E10. Ja, sorry. De biobrandstof, mijn excuus. Maar we hebben het over hetzelfde en ik reken op uw steun als ik uw betoog in de eerste termijn heb gehoord. Voorzitter, ja, hop steun vandaag. Het is bijzonder. Dat ben ik niet gewend. Voorzitter, dan brak de PVV tijdens deze begroting ook een lans voor de spoorgoederensector. En aangezien de PVV er geen vertrouwen in heeft dat deze staatssecretaris het spoor op de rails krijgt, willen wij de spoorgoederensector met de volgende motie ontlasten. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat de gebruikersvergoeding jaar op jaar gestegen zijn, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur steeds slechter wordt, van mening dat dit tot grote frustraties en economische schade leidt, bezoekt de regering de gebruikersvergoeding voor het spoorgoederenvervoer te bevriezen totdat de spoorinfrastructuur weer op orde is en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, voorzitter. Dan onze Nederlandse binnenvaart. De PVV vindt het schandalig dat deze sector nu zo kapot wordt gemaakt. En dat hebben wij ook duidelijk laten merken vandaag. De minister lijkt ons geluid te hebben gehoord en daarom verwacht hij ook steun voor de volgende motie. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat de kleine binnenvaart op het punt staat om te vallen. Ook de CCR constateert dat de vloot kleine schepen snel krimpt. De verladers hun zorgen uitspreken over het wegvallen van de kleine binnenvaart. Van mening dat Nederland niet zonder de kleine binnenvaart kan, verzoekt de regering voor 31 december 2019 stappen te zetten die ervoor zorgen dat het beroep van schipper in de kleine binnenvaart niet verdwijnt en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Als het geval, dan maakt ze onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, voorzitter, nu onze moties in zijn gediend met wat spoed, hebben wij nog wat losse eindjes te bespreken. Allereerst nog het conflict tussen de Redes en de KNRM.
PVV stelde een hele simpele vraag, namelijk is dat conflict nu voor het eind van het jaar opgelost? Ja, en in plaats van een helder antwoord van ja of nee krijgen we een langdradig bureaucratisch antwoord van deze minister. Voorzitter, het is gewoon leuk dat deze casus wordt besproken, maar er moeten gewoon knopen worden doorgehakt. Wij willen eigenlijk niet dat de minister ermee wegkomt met het voor het einde van het jaar informeren aan de Kamer. Wij willen dat deze minister voor het einde van het jaar gewoon met de vuist op tafel heeft geslagen en dit conflict voor eens en altijd uit de wereld heeft geholpen. En dat kan heel simpel door de bergers bergen, de redders redden. Zo simpel is het. Voorzitter, laatste vraag dus. Gaat ze dat doen? Dank u wel. Dank u wel.